omdat ik al sinds een jonge leeftijd diabetes heb, ik was gediagnosticeerd toen ik 13 was, heb ik mijn middelbare schooltijd tot aan nu mijn carrière altijd diabetes gehad en altijd een manier moeten vinden om het te kunnen combineren. En vooral een manier vinden om het niet meer te laten stoppen in het succesvol worden, in het reizen voor werk, in het doen van lange dagen, het werken van lange uren. Tot nu toe is me dat altijd wel gelukt. En ik heb heel erg geprobeerd om vooral mijn diabetes daarbij niet als een olifant in de kamer of in het midden te komen tussen mij en mijn werk. Tot nu toe is dat heel goed gelukt, maar ik denk dat het voor jonge vrouwen vooral heel moeilijk is om dat te doen. Omdat je als jonge vrouw al heel veel hebt om naar op te leven. Zeker om zakelijk succes te krijgen. Het is vaak een mannenwereld, zeker de wereld waar ik me in begeef. En soms je dan een stapje terug te moeten nemen omdat je diabetes hebt, omdat je een hypo hebt of omdat je een hyper hebt of omdat je een afspraak met je internist hebt. Dat is niet leuk. Gelukkig heb ik me altijd kunnen omringen met de juiste mensen, waardoor het succes wel heeft kunnen komen. Als je een hypo hebt in een sociale omgeving, dus je bent op stap of je bent met vriendinnen uit eten, dan is het denk ik belangrijk dat je een aantal vriendinnen of mensen om je heen hebt die weten wat er aan de hand is en die weten wat er speelt. En die ook weten wat jij prettig vindt om te doen op het moment dat je een hypo hebt. Vind je het juist fijn dat mensen een colaatje voor je gaan halen? Of heb je liever dat mensen je gewoon eventjes met rust laten? Dus ook weer erover praten met mensen die om je heen zijn. Waardoor je het voor jezelf een stuk makkelijker kan maken.